De Nationale Assemblée heeft vandaag ingestemd met het verzoek van procureur-generaal Roy Bajnat Pandey om voormalige vicepresident Ashwin Adin in staat van beschuldiging te stellen. Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie het onderzoek kan voortzetten waaruit duidelijk moet worden of de vicepresident medeplichtig is bij het opzettelijk vernielen van apparatuur op het kabinet van de vicepresident. Een parlementaire hoorcommissie heeft eerder de ex-vicepresident gehoord over het dossier waarin het OM de verschillende strafbare feiten heeft beschreven. Volgens commissievoorzitter Aziz Kumar Gayadin zal het parlement geen waardeoordeel geven of de strafbare feiten wel of niet zijn gepleegd. Dat wordt overgelaten aan de rechterlijke macht. Daarom krijgt het OM de ruimte om door te gaan met het onderzoek. Dus co-handeling af Nangawang Ching financieel tegemoetkoming. Voorzitter, en dat is precies wat wij in dit land niet zouden moeten doen. Anders dragen wij mee aan een situatie van klassejustitie. En dat is precies die samenleving Sabi, dat als wij wet en recht hebben in dit land, dat ieder dat zich daaraan dient te houden. Als DNA-lid mocht Ashwin Adin ook deelnemen aan de vergadering over zijn in staat van beschuldigingsstelling. Hij zegt onschuldig te zijn en als toenmalig VP in de bevoegdheid van zijn ambt te hebben gehandeld. Hij spreekt over valse beschuldigingen aan zijn adres. Politiek bestuurlijk gezien dienen de lopende afspraken tussen de ex-VP en de VP gerespecteerd te worden. En kan niet toegelaten worden die te doorkruisen en buiten die orde om. Ook buiten goed bestuur om. En dat er zijdelings een aangifte gedaan wordt. Ik als ex-VP ga toch ook niet nu een aangifte doen tegen de huidige PP voor het feit dat hij mijn spullen nog gebruikt? Want dit is een feit nu. Eerder leek het erop alsof de regering zou meewerken aan het buitenproces afhandelen van deze zaak. Waardoor het niet zo ver hoefde te komen dat Adin in staat van beschuldiging zou moeten worden gesteld. Dank u wel, voorzitter. In staat van beschuldiging stellen is een aangelegenheid van het parlement, meneer de voorzitter. Ja. Daarom ga ik niet verder ingaan. En hier is er een stuk gedeponeerd door uw gehaaklid Adin, waar hij zegt, een verklaring van meneer Jozefzoon. Ik kan hier geen verklaring geven, ik heb al bij de politie alles gezegd en ik hou me daarbij. En omdat de regering zich niet hierin kan mengen, het is een aangelegenheid van het parlement, willen we alle besluiten die het parlement hier zal nemen, respecteren. Dank u wel. De standpunten die door de verschillende fracties werden genomen, zorgden voor heftige discussies. De NDP-fractie kan zich niet terugvinden in het uiteindelijke besluit van het parlement, terwijl de eindconclusie duidelijk is voor de coalitie. Voorzitter, wanneer gezegd wordt dat men de zaak buiten proces zou willen afhandelen. En er wordt verwezen, voorzitter, er wordt gezegd in de media overal dat het gaat om niet eens 200.000 SRD, voorzitter. Betekent daar al, voorzitter, dat men schuld bekent? Want er wordt hier gezegd, laat de rechters een vrije beloop hebben. Wij twijfelen niet aan de rechters. We twijfelen aan het voorproces waarbij er vergaande bevoegdheden zijn gegeven aan het Openbaar Ministerie alvorens de rechter een oordeel kan vellen. Dat maakt ons als college belachelijk, voorzitter. Er is toen gezegd hier in deze zaal, voorzitter, in dit college, voorzitter, hij moet in staat van beschuldigen worden gesteld. En nu zijn we op dat punt, voorzitter. Wat is zo moeilijk? Wat is zo moeilijk? Er is ook elders gezegd, hij moet in staat van beschuldigen worden gesteld. Want de weg die bewandeld is geworden, is niet goed. Hij moet in vrijheid worden gesteld. Ook in vrijheid gesteld, fysiek. En nu zijn we op het punt om die man toestemming te geven, althans ruimte te bieden, om zijn onschuld te gaan bewijzen bij de onafhankelijke, onpartijdige rechter.
De Nationale Assemblée heeft met 31 stemmen voor en 15 tegen ingestemd met het in staat van beschuldiging stellen van ex-vicepresident Ashwin Adin.